Voice is een zakelijke telecomprovider. Die zorgt ervoor dat bedrijven kunnen bellen en gebeld kunnen worden. Wat daarin bijzonder is, is dat de telefooncentrale die er traditioneel gezien in de meterkast stond bij een bedrijf, die hebben wij in het internet gezet. In 2004 begint dit verhaal eigenlijk. TNO had een grote hoeveelheid technologie op de plank liggen en die vroegen aan een aantal jongens van zien jullie de kans om hier een onderneming mee te maken? Dus eigenlijk kregen we de kans om technologie die bij TNO was ontwikkeld, door te ontwikkelen naar een marktproduct. En daar is in 2006 is Voice daaruit voortgekomen. Ik ben degene die het bedrijf uiteindelijk heeft opgericht. De afstudeeropdracht hebben we met meerdere mensen gedaan. Maar die zagen het ondernemerschap niet zitten en ik vond het wel een mooie uitdaging. Ik bedoel, we leven maar één keer. En dan kun je maar beter de dingen doen waarbij je een beetje lol eruit had, die een beetje impact hebben. En Voice was gewoon een heel mooie kans. En ergens in mijn onderbuik geloofde ik heel erg dat dit ging lukken. Inmiddels werken er iets meer dan, ik denk bijna 90 mensen nu in 3 landen voor het geheel. Maar in 2006 hadden wij 2 klanten en konden we het eigenlijk aan de straatstenen niet kwijt. Dus TNO had zoiets van, joh, neem het alsjeblieft mee en als het een succes wordt, is het mooi. En uiteindelijk is dat heel goed gelukt. En het vinden van die eerste juiste klanten, dat vind ik het meest zware traject in het ondernemerschap, nog steeds. Niet het ontwikkelen van het product, maar het vinden van die eerste groep klanten die het best bij jouw product past. Dat is altijd het lastigste. We moesten een ondernemingsplan maken, mochten wij bankair wilden gaan lenen. Dat zou ik tegenwoordig echt nooit meer doen. Ik zou het ook geen enkele ondernemer aanraden om het te doen. Wij starten een nieuw product in een nieuwe markt, waarvan we nog van tevoren helemaal niet wisten wat we gingen doen. Je hebt slimmere manieren om op te schrijven wat je bedrijf is en hoe het gaat bestaan en hoe het geld gaat verdienen. Een van die manieren is het Business Model Canvas. Dat is een relatief gezien eenvoudig model wat je ook snel in kunt vullen en om daarmee te kijken wat nou het meeste impact heeft. En je ziet eigenlijk steeds vaker dat banken ook dat een prima of misschien wel zelfs een betere tool vinden om mee bezig te gaan. Ik denk dat het allereerste is wat je op orde moet hebben, is dat je gewoon een ontzettend goed product hebt voor een bepaalde doelgroep. Dus je product moet bij de start ontzettend goed zijn, wil je succesvol worden. Naarmate je bedrijf groeit, moeten vooral de processen ter ondersteuning van je product moeten ijzersterk zijn. Er is niet één moment. Wat dat betreft is het ondernemerschap is heel erg als liften, vind ik altijd. Je hebt een bepaald einddoel en je komt onderweg mensen tegen die zeggen, ah, maar dan moet je nu eerst even daarin reizen, want dan kun je dat en dat nog doen. En dat beschrijft altijd de weg die, denk ik, een gemiddelde ondernemer bewandelt. Succes is een momentopname, waarin mensen even zien dat het heel goed gaat. En dan zien ze eigenlijk alleen maar wat er nu staat en nooit de 10 jaar die eraan vooraf is gegaan. Eentje die van mezelf wel heel fraai is, is dat ik op een gegeven moment de database waar onze klantinformatie in stond, waarvan de laatste backup een half jaar oud was, per ongeluk overschreef met een nieuwe database waar helemaal niks meer in stond. En toen waren we voor een half jaar een klantcommunicatie kwijt. Maar ja, fouten maak je en daar leer je van en die ga je daarna proberen op te lossen. En ik denk dat wij vooral heel goed geworden zijn in het oplossen van de dingen die we fout doen. Waar we vanaf het begin heel erg op in hebben gezet, is dat op de klant, op het moment dat hij op zoek ging naar iets wat wij deden of wat wij konden oplossen, dat hij ons dan vond. En dat is nog steeds bij ons de basis van het verhaal. Succes komt voort uit heel dicht bij jezelf staan en dingen doen waarvan je weet dat je er goed in bent. En vervolgens mazzel hebben dat je net wel die persoon tegenkomt die zegt van joh, dit is zo'n gaaf product, daar moet je nu dat en dat mee doen. Als ik opnieuw zou moeten starten, zou ik denk ik op een andere manier naar de markt gaan kijken. Wat je ziet is dat de meest succesvolle bedrijven, die richten zich niet op een hele brede doelgroep, maar die richten zich juist op een hele smalle doelgroep. En op het moment dat ze daarin sterk zijn gepositioneerd, dan schalen ze op. Dan schalen ze op naar een andere doelgroep en zo breiden ze langzaam het bedrijf uit. En ik denk dat het veel makkelijker is om een heel goed product te ontwikkelen voor een kleine doelgroep en daarna op te schalen, dan een goed product voor een hele grote doelgroep. Onze ambitie is binnen Europa een top 5 speler zijn. Groot genoeg om de grote spelers wakker te houden en ze op het puntje van hun stoel te zetten en het beter te doen dan dat ze het deden. En de stiekem ambitie daarachter ligt is dat er heel veel mensen in de wereld geen beschikking hebben over stroom of internet. Er zijn 2 miljard mensen op de wereld die geen stroom of toegang hebben. En de vraagstukken waar we als maatschappij tegenaan lopen, die gaan we nu aan het oplossen met ongeveer de helft van het denkend vermogen van de wereld. Want die andere helft is gewoon niet aangesloten. En ik denk dat wij met de open communicatiemiddelen die wij ontwikkelen wel eens een bijdrage zouden kunnen leveren aan het online brengen van die 2 miljard mensen die dat op dit moment niet hebben. We doen denk ik heel veel dingen in ons leven omdat anderen het van ons verwachten of omdat het maatschappelijk gezien heel erg gaaf is. Maar ik denk dat je dingen niet voor ego moet doen, maar vooral omdat het een lach op je gezicht geeft.
grootste kikkers laten zien dat het kan. Het klinkt toch gek, maar Kraantje Papje heeft een nummer geschreven. En het nummer heet Wat nou als het lukt, mama? Over de weg die hij doorloopt als artiest, waarin hij eigenlijk ziet hoe moeilijk het is om te gaan waarvoor hij wil gaan. Hoe klein de kans is dat het gaat lukken, maar wat nou als het lukt? En dat geeft de grootste kick.